Hier weer een nieuw filmpje van mijn rattenmeidenbende. En ja, ze zijn nu een beetje wakker. Hier zit Fussy. En hier Tattoo. Dit is Rose, die rent nou weg. Nou, hier is Winter. En daarachter is Happy. Het is echt een dondersteen hoor. En dan gaan we weer eventjes naar beneden. Ja, het is een hele goede kooi. Hier hebben we onze oude dame. Van 2 jaar en 5 maanden. Kijk, dat is Knikkel. 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 Hey. Wat ben je daar? Oh. Nou, en hier hebben we Skunky. En Dummy. Een beetje een domhoortje. Want ja, het wil allemaal niet zo. Als je erop pakt, dan gaat ze met de poten helemaal wijd zitten. Het werkt niet allemaal zo even goed, maar ze is super lief. En even kijken. Oh. Oh. Nou, hier komt Rose weer. Kijk, Skunky. Nou, hier zit onze mazzel. Die vindt ze ook allemaal interessant. Nou, dan hebben we nog wel een zieke. Die heb ik nog even bij me. Yep. En ja, die zit even hierin, want die heb ik even, even uit de duna gehaald. Nou, dan zit ze hier. Ik dacht, nou, dan zit ze even lekker bij me. Dan kan ze lekker knuffelen. Maar die is dus gepakt. Door een van de meiden. Dit is Angel. Maar de wondje gaat al redelijk dicht nu. Dus ja. Hier, daar hebben we Scully. Die gaat daar net achterin. En hier hebben we Autumn. Nou ja, dit is dus... Oh, er wil iemand mij. Hi Poppy. Hi meis. Nou. Dit is dus... de bovenverdieping. Ik wil hem wel nog wat voller, maar... bellen van mijn hangmatjes en zo liggen in de was. En nou ja, dit is dus tegen het uitgooien van de hout, van de kartonsnippers. Want die gooien ze er nog heel vaak uit en ik heb hier geen rand. Dus toen dacht ik, nou dan pak ik zo'n plaat. Kunnen ze ook nog eten. En, maar ze doen er niet heel veel aan. Je ziet een beetje. Hé meis. Hey. Nou ja. Hier heb ik een plassteen. En ja, die is eigenlijk voor ja, dat ze zindelijk worden. En nou doen ze eigenlijk alles op die steen. Dus elke keer maak ik die steen schoon.
Dan denken ze, hey, onze geur zit er niet meer aan. En wat doen ze dan? Dan gaan ze erop plassen. En dan plassen ze alleen daar en even later weten ze alleen dat ze daar moeten. Het komt uit Amerika, deze techniek. En ik had er eerst een hard hoofd in. Maar het werkt. Dus. Nee, jullie vinden dat leuk, hè? Ze zijn een beetje druk. Hé, poppie. Sommigen zijn een beetje flapperig. Dus dat is helemaal leuk. Vind ik altijd leuk hoe ze reageren, man. Kijk, hier hebben we Skunky. Ja. Nou, dit is de ondergedeelte. Ja. Nou ja, hier hebben we de ondergedeelte, de hangmatjes, een voerbal die ook nog tingelt. Het is eigenlijk ook van, ja, vogels, kattenballetjes. Hier zijn ze helemaal gek op, maar ik kan ze nergens meer vinden. Dat vind ik best wel heel erg jammer. Ze zaten altijd in een pakje van 6 of zo. Alleen maar van deze balletjes. Dus mocht iemand het weten. Nou, hier de touwbrug. Boom, ding. Daarachter ligt ook nog een plassteen. En een bakje. Daar zitten ze ook al heel graag in met z'n allen. Hier zitten ze heel graag in. Gewoon een wasknijpermandje. Oh, er wil iemand hier. Fus, wat ga jij doen? Fussie. Oh, jullie gaan met z'n allen even. Jullie gaan even acrobatiek uithalen hier. Nou ja, hierboven ligt nog een, ja, mijn silent spinner. Alleen die is zoals je ziet, een beetje kapot. Hier zitten van die blauwe rubberen dingetjes in. En deze heb ik eruit gehaald omdat ik hem mee wou nemen naar de winkel. Zodat ik misschien een goed wieltje eromheen kon krijgen. Maar nergens hebben ze zoiets. En toen zeiden ze, je moet naar een skatewinkel. Maar mijn idee, zijn die skatewieltjes breder. Dus, nou ja, nou doet hij het dus niet meer. Dus als ze nu gaan rennen, dan piept hij als een gek. Dus dat vind ik wel heel erg jammer, want hier waren ze helemaal gek van. En hier zit ook dus nog een balletje. Ik wil ook nog de paarse gaan bestellen een keer. Ja, dat vind ik wel leuk. Hier zijn ze ook helemaal gek van. En een touwbrug. Nou ja, een brug. Nee, geen touwbrug. Een houten brug. Nou, zoals je ziet knagen ze er lekker aan. Hier. Ja, alleen één punt. De bakjes zaten net vol. Dus ze hebben weer alles lopen verzamelen. Daar zijn ze heel goed in. Ook met cookies. Vooral jij, hè, Fussy. Mooi meisje. Ja. Oh, dat wat je net hoorde, dat was Smokey. Hi. En Mazzel, die zit hier ook weer ergens. Oh, die zit daar. Dat moet ook allemaal weg nog. Nou. Nou ja. Dit was weer mijn filmpje van mijn grote kooi. En binnenkort doe ik nog eventjes een filmpje maken over de spulletjes verder die ik nog heb in de bakken liggen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit filmpje te zien. Als jullie nog vragen, ideetjes hebben voor een filmpje van de ratjes, dan laat het hieronder achter.
En dan zie ik jullie, of zien wij jullie de volgende keer weer. Doei doei!